De Julianaschool in Schagen mag zich de eerste Fairtrade school noemen. De basisschool heeft al 13 jaar een wereldwinkel, beheerd door groep 8, en op de school wordt enkel Fairtrade koffie en thee gedronken. Uit het juryrapport is gebleken dat open en eerlijke handel ook wezenlijk onderdeel is van het lesprogramma binnen de school. Maandag werd de prijs uitgereikt door Peter Dangeremont, de directeur van de stichting Max Havelaar. De Vereniging van Wereldwinkels heeft deze prijs georganiseerd. Alle scholen mogen daaraan meedoen. Zij hebben als doel dat zoveel mogelijk scholen fairtrade worden. Wat wordt er bij jullie op school aan fairtrade gedaan? Nou, we hebben de wereldwinkel van Fairtrade. Dat is eigenlijk onze les over Fairtrade. En dan zijn we in aanraking met de Fairtrade chocola en de Fairtrade thee. En dan doen we dan in de klas les over, zeg maar. En dan gewoon erover praten, wat je er al over weet en zo. Werkt iedereen van jullie klas in de Fairtrade winkel? Iedereen werkt in de Fairtrade winkel. En iedereen heeft een eigen baan. Zoals ik ben bijvoorbeeld financieel. En de ene is weer inkoper. En de andere is weer evenementenmedewerker. En je mag ook allemaal één keer in de week in de wereldwinkel staan. Op welke punten heeft de jury de Julianaschool beoordeeld? Nou, ten eerste natuurlijk omdat we een wereldwinkel in de school hebben, wat heel speciaal is. En je moest voldoen aan 3 criteria. En het eerste criteria was dat je gebruik moet maken van fair trade producten. De leerkrachten van onze school gebruiken die producten. Het tweede punt is dat je acties moet organiseren over fair trade. Nou, de kinderen van groep 8 organiseren heel veel evenementen hieromheen. En het derde punt is dat je moet communiceren over Fairtrade. Dus dat je naar buiten brengt dat wij een wereldwinkel hebben. En op die manier weten ouders en de omgeving dat wij een wereldwinkel hebben. En jullie waren daar de beste in? Ja, de beste en ook de enige in Nederland met een wereldwinkel.